Link is de Jeremy S&P gejoind en hij wilde een museum bouwen naast onze McDonald's. Wij hadden alleen al wat bouwplannen, dus dat moet even uitgepraat worden. Ook joinden er echt superveel nieuwe mensen, hebben we heel wat items toegevoegd aan het McDonald's menu, maar eerst mijn gesprekje met Link. Toen ik hem vroeg of het museum echt hier moest, probeerde hij mij meteen om te kopen met diamonds. Dus de volgende dag ging ik maar even praten met Jer. Weet je wat Link heeft gedaan? Die kwam naar mij toe. Die is daar iets aan het bouwen, zei hij. Ja, ik zag het ook. Ik vond het trouwens een beetje dichterbij, maar hij zei dat jij het prima vond. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik wilde hier nog over een conclaaf met jou. Nee, maar hij zei gewoon dat het prima was. En dat het genoeg ruimte was tussen hier en daar. Terwijl ik zei van, ja, maar we willen nog best wel uitbreiden met de WEC. Tukker, hij zit in ons vaarwater. Hij zit letterlijk in, hoezo? In onze aandelen te zwemmen. Let als de mensen een dagje museum pakken, kunnen ze lekker frietje halen aan het eind van de dag. Ja, ik zie het probleem niet. Dat is waar. Alleen, ik zie nog... Kijk, weet je wat ik nog voor me zie? Dit had bijvoorbeeld de farmlands kunnen zijn van onze perfecte aardappels. Nou, over de situatie van Link kwamen we er niet uit. Dus Jer liet maar even zien wat hij had gebouwd in de WEC. Alleen toen kregen we wat onverwachte gasten. Oh! Oh! Ah! What the fuck? Oh, what the fuck? What? Oh, holy shit! Wat is dit dan weer? Wanneer wat de hel? De eerste klanten. Jezus, ze hebben honger, denk ik. Holy shit, gast. Hoezo komen zij zomaar binnen? Oh, baby. Baby's. Bel. Oh, kut. Auw. Auw. Blijf in het water. Juist. We moeten slapen. Wat is het? Slaap, uit mijn bed. Ga weg, jeetje. Wat was dat? Nou, gelukkig is er niemand gewond geraakt. Eindelijk tijd om jullie te laten zien wat we nieuw hebben toegevoegd aan het WEC-menu. Duncan, vertel, wat heb je allemaal voor ons? Ja. Ik heb iets, echt iets super magnifieks. Weet je wat ik namelijk kan maken? Een keukenmes. Kijk. Wow! Moet je zien. Een keuken. Een keukenmes. En weet je wat we daarmee kunnen? Geef eens. Of wil je hem zelf even vasthouden? Het is wel, ja, het is wel... We kunnen toch ook allebei een keukenmes? Mag ik ook een keukenmes? Ja, oké, hier, alsjeblieft. En wat ik dan kan doen... Auw, dat doet damage, gek. Ja, hoeveel? Hier. Is er even in jouw bil spelen. Auw. Nu kan ik je shanken met een keukenmes. Nee, niet echt, Jay. Auw, geen hartje. Wat is dat? Dat is echt heel pijnlijk. Oh, shit. Wat? Niks. We moeten toch even aardappels halen? Je wilt, denk ik, de rauwe aardappels snijden. Ja! Rauwe patat! Ja, het kan in de smoker. Doe het erbij, doe het erbij. Wektot! 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 Rauwe hamburger! Jer! Rauwe hamburger! Oh! Wacht naar de bak. Kom. Kunnen we de rauwe hamburger bakken en dan wordt het... Hamburger! Wat goed! Eén brood, de burger, sla en de rode saus. En dan heb je een WEC-burger! Een WEC-burger! Daar staat hij hoor. Oh, Jerry, mijn moment. Dan gaan we de kip snijden in de tafel. En dan krijgen we kip nuggets! Oh, en dan moeten we dan in de dinges doen, of niet? Een WEC-6! Hij is zo high res ook gewoon. Ja. Dat maakt het toch wel mooi van alles. Vinden jullie ons menu een beetje mooi? Als je zelf nog een toevoeging hebt, laat hem weten in de reacties. Hierna ging ik dus op vakantie en toen ik terugkwam, had Jer superveel gebouwd in de WEC. En dus wilde hij ook eventjes laten zien aan mij wat hij allemaal nieuw had gebouwd. De WEC is een soort van bijna af. Ja, ik ben 11 dagen op vakantie geweest en je hebt meteen al bamboe en alles helemaal aan. De keuken is helemaal anders. Ja. Wat heb je gedaan, het zo joh? Laten zien. Maar eerst, kan je het belangrijkste opmerken wat er veranderd is? Het allerbelangrijkste. De WEC 6 is omgedraaid. Het doosje is goed. Oh, doosje, ja. Dat weet je nu. Maar er staat wel 9 op. Ja, maar dat is weer een ander probleem. Negeer dat. Ja, de keuken is af. Alleen, ja, we moeten volgens mij wax vinden. Ja, voor dit moet inderdaad even gewaxt worden. Ik zie het nu al. Het is... Hoe lang geleden heb je dit geïnstalleerd? Want, ja, gisteren. Oh. Nou, ik denk dat je dat nog wel binnen de garantie valt, denk ik. Ja, ik moet eventjes een oplossing vinden. Jeetje. Het systeem is nu vastgemaakt aan elke machine die we hebben staan. Dus, Mooi. En ik heb ook even meteen alle voorraden bijgewerkt. En ook als je even niet meer weet hoe het moet. Ik heb hier... Oh, beetroot is rode saus. Sla is witte saus. Oh. Ja, en dan heb ik hier bijvoorbeeld dit wordt dat. Weet je wel. Alleen ik had niet plek voor alles. En dan hebben we hier... Machinekelder.
Ja, ga maar even kijken. Oké. Nou, dit is hier zit het hele systeem aan verbonden. Wat zit hierachter dan? De geheime WAC receptkluis. Nou, dit blijft tussen ons. Dit zit allemaal tussen de oren, hè? Zeg maar, een geheim recept zit altijd tussen de oren van mensen. Dus eigenlijk, ons geheime recept is gewoon liefde. Wat? Oh! De deur is open. Meneer de Keurmeester! De Keurmeester! Oh, hij is weer boos! Oh, wacht. Je weet waarschijnlijk helemaal niet wie meneer de Keurmeester is. Om dat uit te leggen, moeten we eventjes heel ver terug naar toen we de WAC nog aan het bouwen waren. Er staat een klant! We hebben een klant! Duncan, kom terug! Onze eerste klant! We hebben onze eerste klant! Dit is bizar! Oh! Hallo, meneer. Welkom bij McDonald's. Mag ik een bestelling als... Nee, niet naar de keuken, niet naar de keuken. Meneer. Niet naar de keuken, meneer. Dit is nog een privéterrein. Hij is de schoonmaker. Is dat de schoonmaker? Nee, ik ga schoonmaken. Hij is even aan het... Oh, dit is... Hij is de keurmeester. Hij is even aan het rondkoekeloeren of de keuring. Als we nu niet slagen voor onze schoonheid. De keuring aan het doen. Bro, u staat op het aanrecht, meneer. Dit is niet een bepaalde hygiëne-test. Ja, hij is zo lief tegen hem, dus dat geeft een slechte keuring. Ze zijn afgekeurd. Wanneer weten we nou of het wel of niet goed gekeurd is? Ik heb jullie nog niet schoongemaakt, meneer. Oh shit! Oh nee, hij is boos! Zie je? Ik zal beter schoonmaken. Hij is boos! Hij zag een vlekje nog. Oh. Laten we even zeggen, meneer. Even naar de tafel. Wat nou? Zo, wat nou, Duncan? Wat nou als de keurmeester nooit terugkomt bij zijn bedrijf? Dan kunnen wij ook nooit een slechte keuring. We gaan hem in de kelder doen. Oh. Pak hem. Breng hem naar binnen. Breng hem naar de kelder. Breng hem naar de kelder. Breng hem naar de kelder. Dit is Big Brain. Gooi hem erin. Die blijft hier wel voor zitten, toch? Oh. We komen binnenkort terug. Hij is wel aan het shaken. Zou hij het koud hebben? Ik dacht, ik sluit hem op achter, zeg maar, de muur van het geheime recept. En dan denken mensen van, oh, er is niks mis mee, weet je wel? Mm-hmm. Er is daar alleen maar een geheim recept. Dat maakt niet zoveel uit. Maar we houden hier eigenlijk gewoon de keurmeester vast. Was je hem alweer vergeten? Ik was hem... Ik moet wel zeggen, op mijn vakantie was ik hem even vergeten, ja. Hoe kan je nou de keurmeester vergeten? Het spijt me, meneer. Maar hij heeft het ook zo koud. Wil je hem even niet bij die verwarming zetten of zo? Nee. Hij moet, uiteindelijk moet hij gewoon moet hij het goedkeuren, natuurlijk, ons restaurant. Oh. Is de conclaafkamer af? De conclaafkamer. Oh, kijk nou eens. Oh, je hebt twee ingangen zelfs. Ja, ik wilde hier nog een bureautje maken of zo, maar het is eigenlijk net iets te krap. Dus ik heb het bureau gecombined met de tafel. Kijk nou, en je hebt zelfs een mooi zitplekje voor jezelf. Ja, moet je even kijken. Conclaafboek met alle conclaven van de conclaaf. Hier worden de conclaven in opgeslagen. Conclaaf 5 augustus 2022, Jeremy Link Puck. Puck is bezig met geheime zaken. Ryan moet altijd dood. Wat? Waarom moet Ryan dan... Ja, nee, dat kwam Dit was het uit. Ook. Waarom moet hij dood? Waar is de context? Nee, dat is gewoon... Dat is er geconclaafd. Toen liet Jeremy nog even de fabriek zien waar hij mee bezig was. Hier gaan we namelijk bezig met villagers. Wil je dat ik alvast heel veel koper omgooi? Of is er een reden dat het nog oor is? We hebben geen kool meer. We hebben wel een fabriek, maar geen kool. Dus ik heb allemaal hout gebruikt. Je bent met zo'n sterf aan het... Ja. Oh nee! Ja, het was echt een drama. Ja, wat een tragedie. Maar de volgende dag stond Puck opeens voor mijn deur en die wilde mij uitnodigen om mee te doen aan zijn Grass Queen game. Een spelletje waarbij je op een dirtblok moet staan en als jouw dirtblok gras wordt, dan ben je af. En ik moet zeggen, in mijn eerste potje ging het best wel lekker. Extreme. Dat gewoon lava onder. Ah! Hoezee! Oké, allemaal slopen of... Is het al begonnen? Want dat is al... Nee, ik blijf staan. Oh, shit! Wat een twee ook! Ik wil met een baby slaan. Hoe kan hij ook echt gewoon twee op hem? Hoe kan dat nou ineens? Hoe komt hij vandaan? Ik kunnen kiezen. Ja. Specifiek Pascal allebei ook gewoon. Hier, Pascal. Wat is dit? Pascal. Pascal. Wow. Kijk eens, Pascal. Oh nee. Hij spant niet meer. Waarom sloopt hij ook bed nou? Wie sloopt er? Kun je alsjeblieft van mijn spullen afblijven? Wat de fuck doe je met mijn kind?
Gratis diamonds! Oh my god, die wil ik! Wacht, is dit zo'n drop party? Ja! Pak de diamonds, ze zijn voor jullie! Oh my god, ik heb meer dan 4 diamonds. 6. Waar is Pascal nou? Waar is Pascal eigenlijk? Oh nee. Pascal gesproken, oké. Oh nee. Dus, blijkbaar had Pascal diamonds gestolen uit de kisten van Puck. Toen ging hij dus dood en later kwam hij ons vertellen wat hij dacht. Ik ga de diamond armor ga ik verstoppen. Nee, ik ben vergeten waar ik het heb verstopt. Oh mijn god. Je bent vergeten waar je je diamond armor hebt verstopt. Ik ben de grond gestouwd. Ik ben 26 diamonds kwijt en diamond armor. Misschien is hier wat te pletter gevallen. Kijk eens even of het dit was. Hij is toch volgens mij hier geïnvloed viel ik in. In ieder geval... Godverdomme! Nee! Ik heb nou niet alle diamonds bij me. Oh, ja. Wat is hier gebeurd, jongens? Wat is er aan de hand? Nou, ja, we zoeken het eens wat. Vijf diep. Het is een drama. Zat het in het bos? Ah! Moet ik hier wel even zoeken, inderdaad. Dan moet ik zoeken. Was het hier? Was het niet hier? Oh mijn god. Was het niet hier? Jij bent in een kist gestopt, echt. Of... Ja, wat denk jij? Helemaal houtgas hiervoor. Oh, hier is wel een crafting table. Oh. Aanwijzing. Aanwijzing. Dat is een spoor. Oh. Hier. Ja! Ja! Heb je hem? Ja! Shit! Nou, ik heb de clue gevonden. Ik wil 15%. Yes! Ik draag het! Shit! Geen zorgen, ik heb de diamonds gewoon teruggegeven. Maar Jerry wilde blijkbaar met ons in conclaaf. Oké, jongens. Waar gaat het conclaaf over? Wat is een conclaaf? Pak Google erbij. Ja. Ik wil even dat je hardop voorleest wat eruit komt. Conclave is de plaats waar de kardinalen van de katholieke kerk bijeenkomen om de paus te kiezen. Precies! Hoezo? Komt dit niet eens in de buurt om een paus te kiezen hier? Nee, is hier de paus dan? Wie wil de paus zijn? Dit is Jezus toch? Dit is niet eens een kerk! Dit heeft niet eens te maken met katholieke kerk. Wacht even. Doe even in conclaaf gaan. Google dat eens. In conclaaf gaan. Uitdrukking in conclaaf gaan verwijst naar de speciale ruimte in het Vaticaanstad. Waar de... Oh, je moeite met open. Again, om een nieuwe paus te kiezen. Okay, we kiezen geen nieuwe paus, jongens. Nou, wie gaat de paus voor, jongens? We gaan stemmen. Grondig stemmen bij de paus. Wie stem jij als de nieuwe paus? Ik moet wel zeggen... Ik heb de meeste aandelen in de WEC. Ik stem voor Pauskal. Ik stem voor Pauskal. Pauskal. Godverdomme. Ik wil niet eens de paus zijn. Ik wil op zich wel de paus zijn. Maar wat is de paus? Wat moet je doen als paus? Ik wil de paus zijn. Ik wil de paus zijn. Nee, ik wil de paus zijn. Ik wil de paus zijn. Voor welk geloof is de paus? Waarom wil ik als enige niet de paus zijn? Wat is dit? Oké, Duncan moet de paus zijn. Duncan wordt de paus, want hij wil Nee. Ja, dat is perfect. Dat is perfect. Ja. Ik wilde nooit de paus zijn. Duncan is de paus. Duncan is officieel de paus.